Hallo, we zijn hier in de Maikom in Remun en ik zit hier samen met... Ik ken geen platkan, hè, op het Nederlands. Ah, ja, dan komen we verder in het Nederlands. Inderdaad, ik ben Tim, we zijn hier bij Maikom in Remun. We zijn on tour met Powered by ASUS, het nieuwste project van ASUS. Ik zit hier met Erik. Erik, kun je iets meer vertellen over de Maikom? De Maikom bestaat uit 17 winkels. We hebben 16 fysieke winkels en we hebben één webwinkel. De fysieke winkels zitten van Den Helder tot en met Remun. En in Remun ontvangen we zich altijd met een bekje koffie. Maar wij zien de webwinkel als een 17e winkel, omdat... Ja, het intranet is voor iedereen in Nederland gewoon bereikbaar. En de klanten die kunnen daar onze producten bekijken. Ze worden geholpen als het nodig is door een webcare team. Internet helpt ook wel. En mochten ze toch nog echt vragen hebben of ze willen het product echt vasthouden of zien, dan kunnen ze naar de winkel komen. Dan geven we ze een mooie demo. En dan kunnen we ze altijd goed op welstand een oplossing bieden. Erik, internethulpteam, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe kan ik hun benaderen? Waar vind ik die? Hoe helpen die mij? Nou, het internethulpteam is heel breed. Zodra er ergens online Maikom wordt getypt, dan komt het bij ons uit. Ons internethulpteam dat bestaat uit gewoon medewerkers uit de winkel en die van achter de schermen. En die medewerkers van het internethulpteam, die hebben gewoon dezelfde kennis zoals wij dat in de winkel hebben. Dus je krijgt altijd een oplossing of je krijgt hulp die bij jou past en die bij jou hoort. Oké, dus die kwaliteit van ASUS gebruiken jullie eigenlijk om jullie service nog een stapje hoger te tellen? Ja, de kwaliteit, de innovatie. Je hebt gewoon meer plezier van je systeem als je voor ASUS kiest. Een fysieke winkel heeft natuurlijk openingstijden. Geldt dat ook voor jullie 17e winkel? Nee, onze 17e winkel is 24 uur per dag geopend. Ons webcare team is van 8 tot 11 uur 's avonds is het ook nog bereikbaar. Stel ik wil een Powered by ASUS systeem kopen bij jullie. Hoe doe ik dat? Wat kan ik doen? Nou, je hebt meerdere manieren. We hebben de 17e winkel, de webshop. Ja. Dan kan online kun je Powered by ASUS systeem selecteren. Dan krijgen wij een order in de winkel en dan kunnen wij hem voor je bouwen. Je kan natuurlijk ook naar de winkel komen. In de winkel heb ik alle producten achter me staan. Ik heb daar ook nog een aantal producten staan. Dan pakken we de producten erbij, lopen we naar de balie toe. En dan stel ik de vraag van wanneer wil je hem af hebben? En soms is dat een paar uur later. Soms zegt een klant, nou, jij kan rustig bouwen. Maar meestal lukt me dat snel en het volgen van ASUS, dus het werkt allemaal goed samen. Oké, dus je zet het hier fysiek in de winkel waar de klant eventueel bij is in elkaar? Ja, en de klant kan ook nog meehelpen als hij dat wil. Erik, stel ik bestel bij jullie een Powered by ASUS systeem. Kan die de volgende dag in huis zijn? Die kan inderdaad de volgende dag in huis zijn. We hebben 5 basissystemen eigenlijk. Die staan gewoon voorgeassembleerd voor jou klaar. Die kan ik dezelfde dag kunnen die verstuurd worden naar de volgende dag in huis. Wil jij een custom-made systeem, dan duurt dat 2 dagen voordat je hem in huis hebt. Ah, oké. Dus als ik een component verander, stel ik ook een iets betere grafische kaart in, dan kan het een dagje extra duren. Dan duurt een dagje extra. Kan ik ook eventueel dat systeem afhalen in de winkel dan? Custom-made systemen die worden in de winkel voor jou gebouwd. Stel voor, er is een filiaal bij jou in de buurt, dat kan Eindhoven zijn, of Den Bosch, of Utrecht, dan kun je hem daar afhalen. Ah, oké. En dan kan het meteen? Dan kan het meteen. Erik, welke producten zijn eigenlijk favoriet in de ASUS-lijn? In de ASUS-lijn... Dank je. Oh, dankjewel, bekse koffie. Lekker. Dankjewel, collega. In de ASUS-lijn heb ik zelf persoonlijk 2 favorieten. Dat zijn de Strix videokaarten en de ROG, de ROG. De ROG-lijn. Ja. Oké. En wat zie je bij klanten? Zie je daar dezelfde voorkeur terugkomen? Bij klanten, ja, dat is per klant is dat verschillend. Hè. Elke klant heeft zijn eigen wensen. Maar meestal, als ze ergens voor gaan, zijn het wel inderdaad de GTX 69 en 79 Strix. Dus de Strix-lijn. Ja. Erik, Powered by ASUS systemen, zijn die nou alleen voor gamers? Of? Nee, die zijn voor iedereen. Powered by ASUS systemen, die kan ik voor... Videobewerkers, fotobewerkers, natuurlijk gamers, maar het kan ook zijn voor iemand die thuis een Word-documentje wil typen. Oké, dus voor alle doeleinden kun je een Powered by ASUS systeem bouwen? Voor alle doeleinden kun je een Powered by ASUS systeem bouwen. Erik, je zei dat we hier ook gewoon een ASUS systeem kunnen bouwen. Tuurlijk kan dat. Laten we het doen. Oké. Maikom biedt dus op heel veel manieren service, via de webwinkel, via 16 fysieke winkels. Nu zijn jullie ook nog samen gaan werken met ASUS voor het Powered by ASUS project. Wat is daar de meerwaarde voor Maikom voor? Ja, de meerwaarde van Maikom voor de samenwerking met ASUS is eigenlijk... ASUS levert gewoon heel goede kwaliteit aan moederborden, videokaarten, geluidskaarten. Ga de hele riedel maar af. En het voordeel daarvan is dat je gewoon, als je ASUS selecteert, dat je gewoon een heel erg goed werkend systeem krijgt. En daarom kiezen wij eigenlijk nu voor ASUS.